Voor Feyenoord onder 19 stond vanmiddag een heerlijk treffen op het programma. De mini-klassieker tegen de leeftijdsgenoten van Ajax. Onder andere Martin Vergeel, technisch directeur van de club, en Jan de Jong, algemeen directeur van Feyenoord, waren aanwezig op Sportpark Varkenoord, dat goed vol was gelopen. We zitten in de tweede minuut van de wedstrijd, wanneer de bal vanuit de Amsterdamse defensie naar voren wordt geschoten. Noah Lewis kan de bal niet controleren, komt hem ook helemaal verkeerd terug en is het uiteindelijk Sontje Hansen die Ajax onder 19 al in de tweede minuut op een 1-0 voorsprong zet. Wat een flater in de defensie van Noah Lewis die de bal niet goed kan terugkoppen op Joey Korevaar die er zichtbaar van baalt. En zo komt Feyenoord al vroeg op achterstand. En dat ziet dus ook Dirk Kuyt, trainer van Feyenoord onder 19, die dus baalt van deze achterstand. We maken een sprongetje in de wedstrijd, inmiddels in de tweede helft waar we in zitten. Lange bal voor Korevaar, gaat Van Gelderen van Ajax helemaal verkeerd onder die bal door. En zo kan Bannes er vandoor namens onder 19 van Feyenoord. En die ramt de bal keihard achter Isan El Maach. En het is gelijk 1-1 in die 55ste minuut door een treffer van Naufal Bannes. We zitten in de 70ste minuut wanneer Ajax een achterbal probeert uit te verdedigen. Maar dat gaat helemaal verkeerd, want El Maach speelt hier zomaar Azarkan in. Die kan uithalen de doelman van de Amsterdamse redder nog. Maar dan is het Wouter Burger die de Rotterdammers op een 2-1 voorsprong zet. En daar zijn ze heel erg blij mee op Varkenoord. Burger viert zoals hij het heel goed kan met het publiek en iedereen op de banken op Sportpark Varkenoord. En daar hebben ze ook zelfs een vuurpijl voor over. Dan gaan we naar de slotfase van deze wedstrijd, wanneer dus Feyenoord nog een keer in de 88ste minuut eruit probeert te komen via die Azarkan, die een belangrijk aandeel had bij de tweede Rotterdamse treffer. Die speelt uiteindelijk Burger in, met een vrije actie wordt wel neergelegd, kan hij nog uithalen. En uiteindelijk is hier dan wel de treffer van Orkun Kukçu. En dan is de wedstrijd tegen Ajax onder 19 helemaal beslist en het feest op Varkenoord helemaal compleet. En geven is ongelijk, want winnen van de rivaal uit Amsterdam is voor iedereen lekker. En dat willen ze op de tribune weten ook. En in de slotfase probeert Feyenoord de boel de achterin dicht te houden om die aansluitingstreffen te voorkomen. Maar dat gaat achterin een en ander mis, waardoor dus Damjan Dostanić in de 93ste minuut de 3-2 op het scorebord kan zetten. En zo wordt het toch nog even spannend op Varkenoord. Maar het hoeft uiteindelijk niet meer van de scheidsrechter, want Feyenoord onder 19 wint op een regenachtig Varkenoord de mini-klassieker tegen Ajax. Het wordt uiteindelijk dus 3-2. Drie belangrijke punten voor de mannen van trainer Dirk Kuyt.